kunstenaar een conceptuele vorm van kunst gebruikt, betekent het dat alle plannen en beslissingen van tevoren zijn uitgewerkt. En dat de uitvoering ervan een routinekwestie is. Dit schreef Sol de Wit in 1967 in zijn paragrafen over conceptuele kunst. En dit beschrijft aardig de kern van de conceptuele kunststroming uit de jaren 60. Bij conceptuele kunst is het idee of het concept belangrijker dan de esthetische of materiële technische afwegingen. Voor een conceptuele kunstenaar is zijn kunstwerk in eerste instantie bedoeld als uitdaging van het intellect. Een conceptueel kunstwerk hoeft daarom ook niet mooi te zijn. Een conceptueel kunstwerk hoeft eigenlijk niet eens een object te zijn of tastbaar te zijn. Conceptuele kunstenaars zijn bezig met het uitdrukken van een mening, een commentaar of een idee. Het kan hierbij gaan om een streven de kunst te bevrijden uit haar traditionele bindingen, zodat kunst en leven een eenheid zouden gaan vormen en de barrières tussen de verschillende disciplines opgedoekt kunnen worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we opeens hele andere kunstvormen gaan zien, zoals happenings, performances en body art. Ondanks dat deze kunststromen zich ontplooit in de jaren 60, kan de Fransman Marcel Duchamp toch echt gezien worden als de eerste conceptuele kunstenaar. We hebben met het behandelen van het dadaïsme al uitgebreid het concept besproken achter zijn befaamde urinoir. Ook van het eerder gemaakte fietswiel op een kruk is het idee erachter belangrijker dan de uitvoering van het werk. In de jaren 60 dus wordt deze manier van kunst maken voortgezet. Kunstenaars zoeken grenzen op van kunst en proberen nieuwe manieren uit om het werk te laten zien. Wat we dan zullen zien is dat de openbare ruimte een nieuw domein wordt. Ook zullen we zien dat ideeën gepubliceerd worden in tijdschriften. In sommige gevallen wordt het idee van een conceptueel kunstwerk helemaal niet eens uitgevoerd, of enkel in de vorm van een ontwerp, een video, foto of tekst. Kunstenaars laten de uitvoering vaak aan anderen over. Kunstverzamelaars, galeries of musea kunnen dan het concept kopen. Om conceptuele kunst beter te begrijpen, of juist wellicht nog verwarrender te maken, zijn hier een aantal voorbeelden, te beginnen bij dit werk van Stanley Brown. Stanley Brown vroeg verschillende mensen om op een stuk papier een route uit te leggen. Op deze stukken papier zette hij later een stempel met erop This Way Brown. Deze stukken papier stellen niet veel voor, duidelijk is dat het kunstenaar vooral gaat om de actie van het lopen van de route, de wegvragen en de interactie met verschillende mensen. Het idee is belangrijker dan de uitvoering van het kunstwerk. Dat woorden een belangrijke plaats innemen in conceptuele kunst blijkt wel uit het werk van Joseph Kosuth. Zijn ideeën zijn vaak uitgebeeld door middel van teksten. Zoals je hier kunt zien, is ook in dit werk de titel van belang, No Number 3 uit 1990. Drie glazen panelen van verschillende groottes tegen een muur. De tekst: ik zie echt iedere keer iets anders, of ik interpreteer wat ik zie op een andere manier. Ik ben geneigd om het laatste te zeggen, maar waarom? Interpreteren is nadenken, iets doen. Kijken gaat vanzelf. De toeschouwer raakt zich bewust van de manier waarop hij of zij het kunstwerk aanschouwt, interpreteert en betekenis geeft aan het kunstwerk. Verwarrender wordt het bij 1 en 3 stoelen van Kosuth. Je ziet een echte stoel vergezeld door een foto van een stoel en een uitvergrote kopie van de woordenboekomschrijving van het woord stoel. De stoel kan worden opgevat als een kopie van de omschrijving en de foto als een kopie van het object. Maar zowel de omschrijving als de foto zijn fotografische kopieën en zijn dus eigenlijk gelijk aan elkaar. Misschien is dus de omschrijving juist afgeleid van de stoel. Als dat zo is, is misschien de stoel een getrouwe kopie van het beeld van de stoel in het algemeen. Door de status van deze verbanden ter discussie te stellen, stelt Kosuth de aard van de kunst als voorstelling ter discussie. Happenings zijn een vorm van conceptuele kunst die ontstaan zijn in de jaren 60. En een happening is eigenlijk een gebeurtenis die door een kunstenaar in scène is gezet. De kunstenaar bepaalt in grote lijnen de opzet van de happening. Het uiteindelijke verloop is afhankelijk van de omstandigheden. De bedoeling van de kunstenaar is om reacties uit te lokken om zo de toeschouwer aan het denken te zetten tot een eigen creativiteit. De reacties van het publiek die spontaan opkomen of geprovoceerd worden, kunnen de happening een totaal onverwachte wending geven. Een bekend voorbeeld is dit filmpje van Marina Abramović die na jaren
haar ex Ulay weer ziet. Voorbeelden van happenings zijn de antropometrieën van de Fransman Yves Klein, waarbij hij naakte met blauwe verf overspoten meisjes over het doek laat rollen. Of het werk van Kapoff. Kapoff werd onder andere geïnspireerd door de werken van de Japanse Gutai-groep en geldt als de vader van de happening. De happening was een spectaculaire, openbare, spontaan lijkende, maar vooraf bedachte gebeurtenis. Bedoeld om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren en daarmee als een star en ouderwets ervaren denkbeelden belachelijk te maken. Fluxus, performance en installatie werden beïnvloed door zijn werk. Vanaf 1958 organiseerde hij zo'n 200 happenings over de hele wereld. Zijn kunstwerken maakte hij vaak van vergankelijke materialen als gras en papier, waarmee hij aan de toeschouwer liet weten dat zijn werk geen blijvende waarde zou hebben. Fluxus is een andere vorm van conceptuele kunst die ook in de jaren 60 opkwam. Fluxus is ontstaan in New York. De beweging die later de naam Fluxus kreeg werd door George McCunas eerst als neo-dada uit de Verenigde Staten gepresenteerd. Maar dat was niet het oordeel van de critici en de latere kunsthistorici. Het woord Fluxus komt uit het Latijn en betekent stromen, vloeiend of vloeibaar. Voortdurende verandering suggererend. Het woord werd door George McCunas, die beschouwd wordt als de grondlegger van Fluxus, voor het eerst gebruikt rond 1961 voor kunstmanifestaties waarbij de grenzen tussen beeldende kunst en muziek opgeheven werden. Kunstenaars van de Fluxusbeweging wilden het gewone leven en het grote publiek betrekken bij de kunst en dat deed men door het organiseren van performances, waarin met behulp van dans en muziek en voordrachten ideeën overgebracht werden. Het verschil met happenings is dat het publiek hier geen invloed op heeft op het verloop van de performances. De aanwezigheid van het publiek is geen voorwaarde voor het uitvoeren van een performance. Een goed voorbeeld hiervan
is de performance dus van Boys, waarin hij zichzelf bijvoorbeeld 5 dagen in een galerie in New York opsloot met een levende coyote. De kunstenaar en zijn handeling samen vormen het kunstwerk. De documentatie van die performances zijn uiteindelijk het bewijs in de vorm van foto's of film die het publiek krijgt te zien. Beroemd is ook Explaining a Painting to the Dead Hare, waarvan uiteindelijk de foto's in de film het bewijs van de performance zijn en daarmee uiteindelijk het kunstwerk worden. In 1962 kwam Boys in contact met de Fluxusbeweging en de multidisciplinaire performancekunst van die groep. Boys nam deel aan meerdere Fluxusfestivals en wordt wel gezien als een van de belangrijkste en beroemdste leden, hoewel hij zelf al spoedig een eigen richting insloeg. Zijn werk veranderde ook. In plaats van het tekenen ging hij veel meer performances doen. Omdat hij geloofde dat hij op die manier zijn kunst een belangrijke rol in de samenleving kon laten spelen. Zijn aanvankelijke werk bestaat vooral uit tekeningen en aquarellen die, evenals zijn vroege plastieken, nog directe betrekking hebben op de realiteit, al hebben zijn figuren meestal een symbolische betekenis. In de jaren 50 ontstonden duizenden tekeningen en aquarellen waarvoor hij onconventionele materialen gebruikte als thee, bijts en vruchtensappen. Vaak voorkomende thema's waren de vrouw, allerlei dieren zoals eland, hert, haas en mythologische onderwerpen. Tijdens een missie in de Tweede Wereldoorlog werd zijn vliegtuig neergeschoten. Boys overleefde het ongeluk, maar raakte in coma onder de wrakstukken van het toestel. De Duitse zoekgroep had de moed al opgegeven. Hij werd echter bijna doodgevroren, gevonden door nomadische Tartaren die hem met vet insmeerden en in vilt wikkelden om hem warm te houden. En die hem zodoende het leven gered hebben. Boys ontwaakte uit zijn coma in een Duits veldhospitaal. Boys internationale handelsmerk, de Vilte Hoed, bedekte de zilveren plaat in zijn schedel die daar werd ingeplant. Deze persoonlijke mythe heeft een grote invloed gehad op het latere werk van Boys. Hij maakte zoveel gebruik van onconventionele materialen, vet en vilt, dat hij de bijnaam vet- en viltkunstenaar kreeg. Het is niet duidelijk of de mythe rondom Boys werkelijk gebeurd is. Soms wordt er gesuggereerd dat hij de mythe verzon om absolutie te krijgen voor zijn deelname aan de oorlog.